doos zit vol minuscule beestjes. Maar zitten die beestjes dan ook in jouw eigen tuin? Daar is eigenlijk een heel gemakkelijk proefje voor. Je zoekt eerst een leuk plekje uit, liefst onder een boom waar veel blaadjes en takjes liggen. En daar schep je wat aarde op. En die mag je handen vuil maken hoor. En die nemen we dan mee naar binnen om te zien wat hier allemaal in zit. Alles wat je verder nodig hebt is een vaas. En vergiet dat je helemaal langs de zijkanten afplakt. En dan in de vaas stopt. Dan neem je de humus die je in de tuin had verzameld. En die gooi je er gewoon in. En als laatste een bureaulamp. Want die zorgt voor licht en warmte. Waar de beestjes helemaal niet van houden. En dan krab je die naar beneden door het vergiet in de glazen vaas. Maar goed, eerst is het nog 24 uur wachten. Aarde en de blaadjes zijn nu helemaal opgedroogd. En volgens mij zie ik ook al wat kriebelen. Dus laten we zien wat de vangst is. Volgens mij is dit een bastaardschorpioen. En een duizendpoot. Een miljoenpoot. En een springstaart.